Een hele goede morgen mensen. Vandaag is de dag dat we naar Antelope Canyon gaan. We gaan naar de Lower Antelope Canyon. Je hebt twee verschillende, de upper en de lower. Wij hebben voor de lower gekozen en hij moet om 8 uur zijn. We gaan eerst nog even ontbijten hier bij het hotel. Dus ja, dat is het plan. Het weer is sowieso, het regent en dan schijnt de zon weer. Dus ik ben benieuwd of we zonnestralen in de canyon gezien of dat het bewolkt gaat zijn. Maar dat het mooi is, dat heb ik online wel gezien en dat gaan we nu met onze eigen ogen zien. Zo, ontbijt hebben we naar binnen gewerkt. Het is nu tijd om naar de canyon te gaan, maar het begint te regenen. Dus het is echt spannend of we mooie views gaan krijgen. Ik heb geen regenjackje mee, dus dat is niet echt handig. Maar ja, we gaan het zien. We zijn net eens naar Antelope Canyon geweest en dat was heel indrukwekkend. Heel gaaf om te zien. We moesten best wel een steile trap af en toen hebben we ongeveer 3 kwartier gelopen in de canyon. Heel veel foto's gemaakt, filmen mocht niet, dus vandaar dat je er ook geen beelden van hebt gezien. Misschien dat ik even een aantal dingen achter elkaar zet van foto's, dat je toch een indruk krijgt van hoe het eruit ziet. We zijn net nog even naar de Walmart geweest, hebben ondertussen uitgecheckt bij het hotel en nu zijn we nog even bij de dam te kijken. We zijn net naar beneden gehiked daar. Althans gehiked, een klein stukje lopen, maar toch echt best wel zwaar in de brandende zon. En echt een soort van rotstrappen waar je vanaf moest. Maar dan heb je wel ook een mooi uitzichtje te pakken. Ik ga zo nog eventjes naar een ander uitzichtspunt over Lake Powell. En als we daar zijn geweest, rijden we door naar Monument Valley. We zijn even de auto aan het voltanken en we zijn bijna bij Monument Valley. We moeten nog een klein stukje rijden. We kunnen om 4 uur inchecken bij het hotel. Nou, dat is het inmiddels net geweest. Het is 4:15, dus dat is fijn. We kunnen meteen naar de hotelkamer toe. Denk je wat minder is dat ik mijn zonnebril ben, dus ik heb even die van mijn broertje op. Dus die moet ik straks even gaan zoeken. Ik hoop dat hij nog ergens in de auto ligt. Het weer is hier weer lekker. Het regent niet, dus dat is echt top. Ik heb het trouwens wel vaak over het weer. Dat is gewoon iets wat wel veel speelt als je op vakantie bent, dat je natuurlijk lekker weer wil hebben. Alright, tank is klaar. Dus ik ga hem eruit halen. Ondertussen heeft moeder even lekker de voorraad schoongemaakt. Want dat is toch wel chill. Als je onderweg bent en er zitten allemaal vliegjes op de ruit, kan je niet foto's maken door de ruit heen. Nou, we zijn aangekomen. Ja, wat een prachtige weg was het weer om hier naartoe te rijden. Ik moet eerlijk zeggen, er is eigenlijk bijna niks veranderd hier. Het ziet er nog precies hetzelfde uit als vorige keer. En dan bedoel ik natuurlijk het hotel, want het landschap zal niet zo snel veranderen. Dat is natuurlijk wel duizenden, tienduizenden, weet ik veel. In ieder geval heel veel jaar oud. Wat ik echt super gaaf vind, vorige keer dat we hier waren, was het niet zo mooi weer. Althans was het best redelijk weer, maar toen begon het te regenen en onweer. En toen had ik daar, precies daar, bliksem gefilmd. En het gaafste is dat het nu daar ook aan het onweer is. Die zandstorm die we net in de verte zagen, die is dus nu hier. Althans zo goed als hier. Zo. Lekkere wind vlagen, goede wind in je ogen. Dit voel je oprecht. Ik dacht eerst, het valt wel mee. Ja, lekker. Het is wel vet om te zien hoor. Het is wel gaaf. Daar gaan we dan. Pas je erin? Nummertje 124. Ah, het begint al goed met die kamer. Die kamer is sowieso al heel mooi. En dan het moment van de waarheid. Het uitzicht. Dat is gewoon als je hier naar buiten loopt. En ik nu even de camera omdraai. Het is zo bizar mooi. Echt heel gaaf om dit te zien. Wauw, het is gewoon bijna nep lijkt het. Ja, echt cool. Hans en kaart. We hebben de spulletjes in de kamer gezet en dus ook ingecheckt. En we gaan nu even uit eten in het restaurant hier. Moet er wel een beetje vroeg zijn, want ze zei als je laat komt dan zit het waarschijnlijk vol. Want dit is eigenlijk het enige restaurant wat je hier in de buurt hebt. Dus we gaan eerst nu even eten en daarna echt nog wel even foto's maken denk ik. Want ja, gaaf dit. Indrukwekkend.